is dat ook weer vakantie? Ja, oh ja, dat is vakantie. Wat gebeurt er? Ga ik even met tas heen? Oh. Ja, de zon is allemaal goed, toch? Vaste fascisme, ja. Maar ze hebben nog een vereniging deze avond. En dan gaat Elnara dus daar waar het nodig is, gaat ze oppakken. Dus dan bijvoorbeeld kan het zijn te helpen met Biscaya of dat soort dingen. Dus dat is handig. Dus 2 weken achter elkaar komt Hans dan, dus dat is dan geregeld. Ja, nu is Ina ook op vakantie, dat is in Portugal. Ik ben inmiddels ook gestart met het 6e nummer, het jubileumnummer. Dat is wordt een swingend nummer. Maar nee, ik zeg het verkeerd, het wordt een marsnummer. En het marsnummer dat betekent gewoon, mijn schoondochter gaat dan met de snaardrum marsend opkomen vanuit de zaal. En het is op de melodie van. Puntje, puntje, wint de wereld. Ik ga geen ijs in mond, ik ben een vrije. En dat gaat dus ook over vivace, omdat er dan 35 jaar bestaan. Dat gaan we daar. Dat is uit de bedoeling. Nou, Diana komt drummond, komt ze op, samen met Barry in het orkest. Dus die gaan er een mooi showtje van maken. Eenmaal op het toneel, dan beginnen we met een heel rustig nummer. En dan gaan we in een dichtvorm gaan we 35 jaar DQ voorbij laten gaan. Maar dat mag niet te lang zijn. Spelen wij ook. Vivace. Of voor een vivace. Ja, nou, je mag spelen. En dat mag gewoon maar 2 minuten zijn, want anders wordt het te lang draaien. En als we dat hebben gehad, dat zijn de highlights van de vereniging. Als we dat hebben gehad, dan eindigen we weer met de mars. Nou, dat is eigenlijk de bedoeling met dat nummer. Thank you.
Peter, wil jij in dat stuk iets proberen te improviseren? Ja, maar ik hoor de melodielijn een beetje horen. Ja. En dan heb je Mask met dit stuk, ja. Dat heeft Tom. Ja, ja. Dus dan... Ja, die melodie krijg ik misschien wel als in mijn kop, maar ik moet hem even... Ik heb eigenlijk alle tonen voor het A. Ja. Ja. Niet nodig voor het B. Nee. Maar je zat al in de goede toonaard. Ja, daar hoor ik wel van het toe moet. Hij zei dat het is goed, dat is geen probleem. Ja, kijk, want het mooiste is, en daar zit jouw kracht op. Kracht is gewoon improviseren. Dat is wat jij kan. Heel goed kan zelfs. En dat betekent gewoon dat je, als je de toonaard weet en je hoort hoe het dan klinkt, dan gaat het vanzelf. Dus dat komt vanzelf wel. Dus ik denk dat je hoeft niet, het is niet zo dat je precies die akkoorden al wil doen. Nee, de kracht is gewoon om juist wat je niet verwacht, dat je dat naar voren haalt. Maar vind je het er ook goed dat ik het hele lied speel en niet alleen met bepaalde passages? Want ik ben een jongen, ik slaat het hele nummer in. Prima, ik geef je dus hierbij de vrije hand. Oké. Okay. Dus ja, kunnen bijna huis. Ja, improviseren, dus dat is niet wat jullie doen. Nou ja, dat weet ik. Nee, maar kijk, dat is juist de kracht van Peter, ja, om op die manier te doen. En dan denk ik, kijk, als het klinkt, zeg het ook, hè. Maar als het goed is, dan is het juist heel verrassend misschien. Ja. Dus dat is, Bobby, voor de vraag. Nee, hè. Twee, drie, voor de vraag, hè. Drie, vier, één, twee, drie, vier, één, twee, drie, vier, één. Thank you.
vader. Ja, ik wist wel waar mijn vader was, alleen ik kon niet een goed moment vinden om weer in te gaan spelen. Ja, in te vallen. In te vallen, ja. Ja, op, even kijken waar we het snelle tempo gaan krijgen. Pam, 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 pam. Ja, dus maat 27. 28? Ja.
En dan wil ik, er staan allemaal accenten, ik ga nu even opletten, dan kunnen we ook allemaal de bal zien. Ik zie dat er even een rukje aangegeven is. Ja? Even de eerste acht maten. Even kijken of dat gebeurt. 1. 1. 2.
je C overgaat. Gaat hij nu aan? C. 1, 2, 3. Thank you.
1, 2, 3, 4. Thank you.
4. 1, 2, 3,
helemaal uit. Ja, ik helemaal uit, ja. Ik wist helemaal niet waar we vragen. Nee. En als je, nou, als je dat nou hebt en je kan het niet meer, zeg maar, je kan het niet meer vinden, dan ga je gewoon naar mij kijken. En dan valt het op. Ja. En dan denk ik, oh, kijk, zeg maar, 203, of weet ik wat.
Doei.